Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rond Siemens? Nee, dat kan ik eigenlijk onvoldoende. Ik weet alleen dat er nog geen formele adviesaanvraag is. Dat alleen wij uit de media hebben gehoord dat de vestiging gesloten wordt. En dat het personeel dat ook heeft te horen heeft gekregen. En dat is eigenlijk alles. En dat is ook een deel van onze verontwaardiging hierover. Maar ik vind het in ieder geval teleurstellend dat zij niet meer zich hard maken voor het bedrijf. Het is een gezond bedrijf. Er is geen reden om deze vestiging te sluiten. Het heeft een enorme impact op de stad, op de regio. Het is een prachtig bedrijf. En in algemene zin, en dat is ook wat ik net aangaf in mijn eigen toespraakje. We weten allemaal dat de energietransitie er aankomt. Dat is geen natuurverschijnsel. Dat gaat gewoon gebeuren. Hebben mensen zich op kunnen voorbereiden. En het betekent ook nog niet dat we al afscheid moeten nemen van de oude energie. Dus er is nog volop werk. Er gaat volop werk komen. En deze mensen zouden daar aan zet moeten zijn om die banen te vervullen. Siemens Nederland zegt eigenlijk het is een Duits besluit. We kunnen hier niets aan doen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat vind ik een zwaktebod en dat is ook wat Sinterklaas natuurlijk oproept in zijn gedicht. Probeer je ook als management hard te maken voor je eigen vestiging. Wij gaan door met de acties. De precieze coördinatie die heb ik natuurlijk niet paraat, want daar hebben wij hele goede bestuurders voor. Zoals de mevrouw die net afsloot. Dus wij blijven en actie voeren, dit onder de aandacht voor de politiek te betrekken. En zelf ga ik dit ook met minister Wiebes opnemen, die hierover ook al in de Tweede Kamer is bevraagd. Volgens mij hebben wij voor volgende week gaan wij proberen een afspraak te maken. Vanuit de FNV gaan wij hopelijk inderdaad snel met Siemens om de tafel. Ja.